Met het doel Nederlands sprekende ondernemers met elkaar te verbinden of de bestaande band te versterken, is vandaag het congres Zaken doen met Curaçao gehouden. De activiteit van het wereldwijde platform Internationaal Ambitieus vond plaats in Courtyard Marriott. Tijdens het congres zijn de mogelijkheden besproken om het zaken doen met Curaçao te optimaliseren. De belangrijkste sectoren op Curaçao zijn toerisme, de internationale financiële diensten, de transportsector, e-commerce en de olieraffinage. Curaçao kan volgens Internationaal Ambitieus gerekend worden tot een van de meest welvarende eilanden van het Caribisch gebied en heeft ook een overeenkomstig lage criminaliteit. Navita Mesas, eigenaar van de Business Connection, een van de participanten, geeft aan dat Suriname de mogelijkheid heeft om met diverse organisaties in Curaçao zaken te doen. Eén punt wat sowieso heel belangrijk is, is in ieder geval het goed contact leggen tussen de mensen. We hebben twee culturen die toch wel vrij veel op elkaar lijken, maar dat je toch net even die ene twist hebt. En dat is de cultuur. En ondanks het feit dat Curaçao, de maatschappij van Curaçao, ook zo divers is vergeleken, of tenminste als hetzelfde als in Suriname, is het toch belangrijk om te kijken van hoe moet ik met de gemiddelde Curaçao omgaan om het meeste en het beste uit te halen. Dus daar wil ik sowieso mijn steentje aan bijdragen. Aan de andere kant wil ik ook graag met uw sparen kijken wat u als Surinamers of Surinaamse ondernemers ook voor de Curaçaose ondernemers kunnen betekenen. Wat betreft resources en misschien zelfs mankracht. Meneer Tomeray, mede-eigenaar en partner van SMS Advocaten, behandelde juridische aspecten van het zaken doen met Curaçao. Het is volgens hem goed om mensen te zeggen waarmee ze rekening moeten houden bij het zaken doen met Curaçao. Hij noemde als voorbeeld het importeren en exporteren. Ik te beantwoorden, maar bij export komen een aantal dingen om de hoek kijken. Hè. Dus het is niet alleen de entree in Curaçao, en daar heb ik een beetje verstand van. Maar natuurlijk ook hier de export in de zin van het verlaten van goederen van Suriname. Dus daar zijn aspecten die van belang zijn. Daartussen zit nog, en dat heeft weinig met het juridische te maken, maar gewoon met de realiteit dat er, als je kijkt wat zeevervoer, dat er niet heel veel vaste verbindingen zijn tussen Suriname en Curaçao of vice versa. Dus dat is weer een ander aspect wat niet zozeer te maken heeft met het juridische, maar meer met, denk ik, vraag en aanbod. Ik heb wel eens voor cliënten laten onderzoeken en dan kwamen we tot de conclusie dat het goedkoper was om een zeecontainer van hier naar Rotterdam te laten varen, gewoon door het volume, en vervolgens van Rotterdam naar Curaçao. Nou, dat is iets dat als je wil ondernemen en je wil exporteren vanuit Suriname naar Curaçao met containers, want luchtvracht is ook mogelijk, maar als je dat met zeecontainers wil doen, ja, dan zul je moeten onderzoeken wat voor jou de goedkoopste mogelijkheid is. En de hoop is uiteraard dat door volume te creëren, daardoor creëer je vraag en aanbod uiteraard, dat je dan een rechtstreekse lijn hebt, maar vooralsnog is die er niet. Wat betreft het juridische aspect, nou, Curaçao heeft tot, ik denk, 20 jaar geleden aanzienlijke barrières gehandhaafd over het beperken van bepaalde import. Dus import van bepaalde goederen werd extra belast. Nou, niet alleen op basis van wereldwijde verdragen, maar ook gewoon het eigen inzicht. Is er in rap tempo zijn al die invoerbarrières zijn afgeschaft. Meneer Tomeray, mede-eigenaar en partner van SMS Advocaten, die ook geparticipeerd heeft aan het congres Zaken doen met Curaçao. Het doel was Nederlands sprekende ondernemers met elkaar te verbinden of de bestaande band te versterken.